Ignacio, dus het gespreksonderwerp in Werkendam. Vorig seizoen liet Kozakkenborch de winterstop Powell naar IJsselmeervogels vertrekken. Nu dus Ignacio richting AFC. Ignacio scoorde 5 goals in de eerste seizoenshelft. Vanwege een meningsverschil dus met Danny Buijs. De eerste mogelijkheid is voor Kozakkenborch. Barendrecht, de ploeg van Poldervaat in vorm. De laatste 5 wedstrijden niet verloren, de laatste 4 op rij gewonnen. Goed druk gezet. Salem. Monster. De voorzet en... ja, Maurits en Oranje die waren dichtbij de openingsgoal voor Barendrecht. Goed de voordeelregel toegepast. Dit is El Azouti, de topscorer van Kozakkenborch. De voorzet. Richting wie? Door alles en iedereen gemist. Behalve door Ahmed Mendes Moreira. Poldervaat zagen we even zitten. Die verloor nog nooit van Kozakkenborch als hoofdtrainer. 4 keer over wist hij te winnen. Geen buitenspel. Aanname is goed. Mendes Moreira. Een hoekschop, zegt de scheidsrechter. Dit is Buijs. En hij verwacht nog meer spelers die zullen vertrekken bij Kozakkenborch. Omdat zijn selectie te breed is. Heel veel spelers krijgen heel weinig speelruimte. En ook minuten natuurlijk. Dit is een goede voorzet van Stout. Sammy Monteiro en daar Steenhul. Goeie goal van Kozakkenborch. Gescoord door Mendes Moreira. Sammy Monteiro kijkt. En daar is Stedel. Salem, nu aan de andere kant. Balbezit is van korte duur voor Barendrecht. Bot heeft wat ruimte. Bot. En Sjoka Lam heeft alle geluk van de wereld. De doelman van Barendrecht, de vervanger van Splunter. Mendes Moreira. Mendes Moreira. Nog steeds wordt hier opgevangen door Aarts. Die krijgt de gele kaart van scheidsrechter Van der Laan. En de vrije trap is voor Kozakkenborch. El Azouti gaat zich daarmee belasten. El Azouti en onderweg aangeraakt. En dus 2-0. Everton Pires Tavares. Goed moment in de wedstrijd. Want ik denk niet dat Barendrecht deze marge kan overbruggen. Pires Tavares met een bal richting El Azouti. Hier is alle ruimte voor hem. El Azouti, oeh, wat een vreselijke trap van Dijk. Lijkt helemaal nergens op. En de gele kaart, daar komt hij goed mee weg. Ja, dit is gewoon rood. De assistent scheidsrechter staat er overigens bovenop. Ja, dit was een rode kaart. Schrijft u even mee, meneer. Barendrecht, een ploeg in vorm. Maar laat het afweten in Werkendam tegen Kozakkenborch. En dit, oh, wat een fantastische goal. Mendes Moreira, een van de beste spelers van de tweede divisie. Met een fantastisch doelpunt. Het mooiste moment van de middag. Goed weggedraaid. De voordeelregel toegepast. Met het buitenkantje. De keeper net iets te ver voor de goal. En 3-0. Fantastische goal. Gescoord door Mendes Moreira, de man van de wedstrijd. El Azouti niet in balbezit gekomen. Gari. Ja, weer wat ruimte natuurlijk. Nou, ik zou schieten. En Sjoka Lam heeft alle geluk dat Gari niet oplet. Want anders was het schot van Abdullahi ook binnengevallen. En zo wint Buijs met 3-0 van Poldervaat. Voor het eerst in de geschiedenis. Want Buijs won nog nooit van zijn collega Poldervaat.